Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar mijn eerste Vlogmasdag video. Ja, je hoort het goed. Ik ga deze maand Vlogmas voor jullie filmen. En ik heb er echt onwijs veel zin in. Als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag alleen geen 1 december. Het is namelijk zaterdag 2 december. En dat wil ik ook gelijk zeggen. Ik ga proberen deze maand zoveel mogelijk voor jullie te filmen en elke dag een video te maken. Maar het kan dus ook zijn dat er een dag een video niet online komt. Omdat ik gewoon 5 dagen in de week werk. Ik ben juf van groep 8. En we gaan dus deze maand ook verhuizen. Dus het is allemaal heel leuk, heel spannend. En er staat heel veel op de planning. Dus daarom kan ik jullie niet beloven dat elke video op tijd online komt. Maar anders komt hij elke dag om 4 uur online. En ik ga gewoon voor jullie alles filmen. Gisteren had ik bijvoorbeeld echt een totale off day. En ik heb ook niet gewerkt. Dus daardoor kan ik niet beloven dat er elke dag een video online komt. Ik heb al eerder vlogmas gedaan. Echt al 5 jaar geleden. En ik heb het wel een aantal keer volgehouden. Volgens mij is het de 4e keer. En heb ik het 1 keer niet volgehouden. En ja, dat dus. Als eerst, ik ga dus verhuizen en wij hebben donderdag 30 november de sleutel gekregen. En ik heb toen een aantal dingen gefilmd en ik dacht misschien is dat leuk om dat eventjes in de vlog te doen. Ook toen ik werd gebeld dat ik het huis had gekregen. Dus dat ga ik nu even in de vlog doen en daarna ga ik gewoon verder met vandaag, zaterdag 2 december. Dus veel kijkplezier. Oké, jongens, ik ben echt net gebeld. Het is woensdag 15 november en ik heb de woning gekregen. Ik ben echt zo blij. Ik ben echt net gebeld. En ik ga nu gelijk mijn vriend bellen, want we gaan er dus samen wonen. Maar ik vind het echt helemaal spannend. En ik ga mijn moeder bellen. Maar eerst ga ik mijn vriend bellen. Oh, hij neemt niet op. Hij is aan het werk. Oké, ik ga wel mijn moeder even bellen. Hey mam. Ik ben net gebeld. We hebben de woning. Ja. Ze belde me net. Ze zei, het is helemaal goed. Je hebt de woning. Ja. Ja. Dus de overdracht is al 30 november. En dan krijgen we de sleutel. En dan komt er een inspectie. Oké, het is avond. En ik kom echt net thuis. En ik heb echt het allerliefste ooit. Ik kom gewoon thuis van een hele lange dag. En we hebben natuurlijk vandaag te horen gekregen over die woning. Moet je kijken wat mijn vriend heeft gedaan. Ik kom zo binnen. Nou, dit is echt zo lief. Ik word er gewoon helemaal emotioneel van. En een lieve kaart. Het is echt bizar. En hier ook nog iets. Het is echt zo schattig. En kijk hoe cute deze kaars. Ach, ik heb echt zo'n cute vriendje. Heel lief. En ik denk dat hier champagne of zo in zit. Ik ga even openmaken. Oké, het is vandaag zondag 26 november. En we zijn nu onderweg naar de woonwinkels. We hebben gisteren een nieuw bed gekocht. Volgens mij heb ik het alleen gefilmd op mijn TikTok. Een heel mooi bed. Die komt als het goed is over 2 weken binnen. En we krijgen volgende week de sleutel. Dus dan kunnen we als het goed is in de eerste week daar al slapen. Hoop ik dat het niet heel lang duurt. En we gaan nu kijken naar een eettafel en stoelen. Maar we twijfelen echt heel erg. Wilde jij nou die beige of de witte? De beige beter? Of een beetje off-white? Gaan we het zien. Oké. Nou, wat we nu een beetje, een beetje in ons hoofd hebben is dit. Kijk, een beetje zo. Zwarte tafel en dan lichte stoelen. Maar kijk, dit is ook wel echt mooi. Ja, vind ik ook heel erg mooi. Ja? Kan je ook niet aan. Het is vandaag donderdag 30 november. En dat betekent dat ik vandaag de sleutel krijg van mijn nieuwe huis. En van ons nieuwe huis. En ik kan echt niet wachten. Ik heb zo slecht geslapen. Ik was echt mega zenuwachtig. Want om 3 uur krijgen we dus de sleutel. Ik moet vandaag werken, dus dan gaat de tijd wel wat sneller. Dus dat is top.
En om 3 uur gaan we dus naar het huis toe. En dan krijgen we de overdracht en de sleutel. En dan kan ik aan jullie het huis laten zien. Nou, ik hoop dat jullie het eerste stukje leuk vonden. We gaan dus zometeen verven in het huis. Het is nu pas 9:55. Ik ga nu heel even nog bij de etels van die haarkapjes halen. Want anders wordt ons haar helemaal vies. Want we gaan ook het plafond verven. Dus dat ga ik nu doen. En dan gaan we onderweg naar het huis. Heel veel zin in. Nou, we gaan dus even boodschappen doen. De hele auto is bevroren. We gaan eerst even wat eten halen voor als we tijdens het surfen een beetje trek krijgen en drinken. We hebben alleen nog geen koelkast, die komt pas morgen. Maar in ieder geval kunnen we gewoon even lekker wat eten en drinken. Dit vind ik vind winter echt super leuk. Maar ik haat het als de auto bevroren is. Met een pasje. Niet. Je laat het gewoon lekker. Nee, ik zag het niet. Oké, we hebben net boodschappen gedaan. Ik ga wel even alvast één croissant eten. Oké. Jij mag pas om 12 uur eten. Nee, later. Vandaag een beetje rijden. Ik heb veel te veel gegeten gisteren. Ja, wij zijn gisteren naar de Happy Italy geweest. Ik had heerlijke truffel pasta gegeten. Ja, was die lekker? Dat was heel lekker. Kijk, je camera houdt vast. Ik ga wel knoeien in je auto, hè? Lang verleden. Zin om te verven? Maar ja, ik heb wel zin om het af te maken. Ja, ik ook. Zoals het en willen dus eigenlijk volgende week er al gaan slapen. Ja, als het klaar is, dan... Dinsdagochtend tot bed. Zo. Nou, we zijn nu aangekomen in het huis en we gaan zo meteen dus verven. En we hebben gisteravond hebben we dit al allemaal neergelegd. En volgens mij gaan we zo beginnen met de keuken. De keuken is wel het moeilijkst. Maar morgen komt het droger en dat soort dingen. En we willen dus eigenlijk echt alles gaan verven. We zijn nu even de keuken aan het afplakken. Want we gaan dus zo het plafond en de muren verven. En dit stond er al. Dus we zijn dit nu eventjes aan het afplakken. Dit is de kleur van de verf. We hebben dus 19. Omdat we het niet helemaal wit willen. Ja, we willen het eigenlijk wel helemaal wit, maar omdat het is best wel een oud huis. Dus hier zie je ook wel een beetje, het is al een beetje gelig. Dus we dachten als we het gewoon niet spierwit doen, dan is het perfect. Dus daar zie je het nu. Dus het is gewoon een klein beetje ja, gebroken wit. Daarboven zie je het. Die kleur gaan we het doen. Nou, we hebben even een lekkere lunch break. De eerste kamer is af. Namelijk de... keuken. Nee, ja, we hebben dus plafond en dit gedaan. Mijn moeder heeft geholpen. Wat wilde jij zeggen? Nee, niks. Ik heb niks gezegd. Maar kijk hoe geel die deur nu is vergeleken met de rest. Dat is normaal. Ja, daar komt toch de koelkast voor. Dat zie je niet meer. De muren zijn dus echt heel vies, dus die ga ik nu schoonmaken. En zij gaan dan verder de slaapkamer verven. Nou, ik heb de rest van de keuken ook schoongemaakt. Want morgen komt dus de koelkast, die komt hier. En de droger. Dan hebben we hier de wasmachine en de vaatwasser. En we hebben dus nu... Nou, dit is dus nu helemaal strak. En ze zijn nu de slaapkamer aan het doen. En volgens mij is die bijna klaar. Kan ik naar binnen? Kijk, en zo ziet nu de slaapkamer eruit. Het is echt mooi. Ik had niet verwacht dat hij het zo goed zou pakken. Nou, de woonkamer is ook geverfd. Het wordt nu wel donker, dus we gaan nu stoppen. Maar hij is eigenlijk... is die zo goed als klaar. En we hebben het plafond hier ook weer gedaan. Dus we gaan morgen even bij het licht kijken hoe het is opgedroogd. Verder zit er volgens mij allemaal verf in mijn gezicht.
Oh, het valt mee. En kijk, hier zo is dus de slaapkamer. Alleen die gele radiatoren zijn wel echt lelijk. Maar ja, dat is niet anders. Oké, we zitten in de auto. Ik ben echt helemaal gesloopt. We hebben de woonkamer, de keuken en de slaapkamer gedaan. En we moeten morgen dus nog twee kleine kamers en we moeten nog de hal doen. Oh, en de badkamer en de wc. Dus wij gaan nu even naar de Gamma, want we moeten een paar dingetjes halen die op waren. En dan gaan we de rest ook nog afplakken. Rechts, links, rechts. Zin in. Rechts. Niet altijd zo. Maar ja, hoe heet het? Eigenlijk vlogmas video's, dan moet je een beetje over kerst filmen. Dus we moeten dan ook wel volgende week een kerstboom in huis nemen. Natuurlijk! Ja? Links, rechts. Healthy. Kijk op. Want van jou is wel echt gezond. Heb jij goed gedaan. Ik ga weer gezond eten in een nieuwe huis. Morgen dus. Ik zei dus morgen. We hebben even een pauze genomen. En we gaan dus nu even lekker eten. En dan straks gaan we alles nog afplakken. Ik hoop wel dat je het goed ziet. Dat we het goed kunnen zien. Wat met afplakken? Want die lamp in dat ene kamertje is echt vreselijk. Waarom? Dat hele donkere lampje. Het duurt heel lang. We moeten morgen ook die dobbel cadeautjes kopen. Ik weet niet, ik had er geen tijd voor. Ik ga denk ik dinsdag maar echt cadeautjes kopen. Hey, we hebben na het eten hebben we nog deze kamer gedaan. Nou, we hebben eigenlijk alles gedaan behalve de hal. En het is nu mega laat en we zijn hier 12 uur geweest en we gaan nu naar huis. Ik ben helemaal kapot. Let's go. Oké, wij zijn weer thuis. We zijn echt helemaal gesloopt. We zijn dus nu in mijn huis. En ik heb nog de huur tot en met 31 december. Dus we hebben nu eigenlijk een maand tijd om te verhuizen. Alleen we willen dus jou gewoon volgende week al verhuizen. En er zit hier allemaal verf op mijn gezicht. En ik ga even make-up eraf halen. En ik dacht, misschien vind je het leuk om even te zien hoe ik dat doe. Eerst is mijn oorbellen weg doen. Nou, als eerst gebruik ik altijd gewoon micellair water. Gewoon om mijn make-up ermee af te halen van Garnier. Deze gebruik ik denk ik echt al 5 jaar. Zo. En morgen willen we dus eigenlijk de rest helemaal verven. Dat het verven klaar is. Morgen komt dus ook de droger en de koelkast. En dan willen we eigenlijk volgende week een beetje verhuizen. Alleen mijn vriend en ik werken allebei fulltime. Dinsdag is het dan wel Sinterklaas, dus dinsdag ben ik om 12 uur klaar en is hij in de ochtend vrij. Dan komt dus ook het bed. Dus we moeten gewoon een beetje kijken, maar als het is geverfd kunnen we natuurlijk heel makkelijk verhuizen. En dan willen we gewoon elke dag wat spullen doen. Mijn nieuwe huis is ook best wel dicht bij mijn oude huis. Dus we kunnen ook heel makkelijk de spullen verhuizen. En zijn spullen staan al bij mij. Oké, nou, dit watje is echt heel vies. Mijn make-up heeft wel echt de hele dag er goed op gezeten. Dan haal ik nog met dit micellair water met vitamine C. Haal ik altijd nog de andere helft van mijn make-up eraf. Met één watje heb ik echt niet genoeg. Zo, en een beetje mijn nek. Dus we gaan morgen dat even afverven. En we hadden net ook al gezien dat een deel van de woonkamer, dat daar nog een paar gaten waren. Dus dat moeten we echt nog beter verven. Ja, we hebben dus wel wat spullen van haar overgenomen, dus dat is fijn. Dan gebruik ik nog even een gel om mijn gezicht schoon te maken. En ik gebruik deze producten nu een tijdje. En eigenlijk is mijn huid heel goed, dus dat is fijn. Zo. Nou, ik ga morgen en eigenlijk dus de hele week ook filmen. Dus als er dingen zijn die jullie graag willen zien, laat dat dan even weten. En ik doe altijd nog zo'n vitamine C serum op. En dan ga ik even mijn tanden poetsen. Zo. Nou, mijn make-up is er helemaal af. Ik heb nog even een cremmetje op mijn gezicht gedaan. Maar dit was dus de eerste vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Doei doeg!